Arkadaşlar selamun aleyküm. Ben Ulfar kardeşiniz. Arkadaşlar bugün yemcideyiz. Ve yemciye soracağız niye fiyatlar böyle tavan yaptı. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Fijn dat we hierop antwoord kunnen krijgen. Ik had je net gevraagd waarom granen zo duur zijn geworden. Ja. En nou, we beginnen ja. Over. Ja. Nou ja, granen inderdaad. Dus producten waar granen in zitten, zoals duivenvoer, paardenvoer. Kikusjemme, atjemme. Ja, naar Boudai olan şey pakketten. De maanden schrikbarend duur geworden. Korkunç verici fiyatlar oldu. En dat komt omdat heel veel graan uit Oekraïne komt. Allah. Omdat drie kwart van de granen die men in de duivenvoer gebruikt, komt uit Oekraïne vandaan. Arkadaşlar, çoğu yoğunlukta Ukrayna'dan geldiklerinden dolayı Ukrayna'da savaş var. Ja, dat is gewoon echt een probleem om eraan te komen. Ja. Dus als je nu van twee maanden geleden, laten we zeggen, 20 euro is nu kan makkelijk 23, 24. Oh, ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, diyor yani iki ay önceki 20 liraya verdiğim şey 23-24 olabilir diyor. Dus dat heeft ook dus, nou, voor het grootste deel is granen te maken, maar ook transportkosten. Hè, de gasprijzen, diesel, wat allemaal alles enorm zomaar gestegen is. Gaz, ondan sonra diesel fiyatları arkadaşlar hepsi tavan yaptı diyor. Biz de, en u moet daaraan meegaan, zeg maar. Ja, zo, ja, ja, ja. Ik zou graag iets overal aan een zakje duiven voor. Anders kan ik de deur sluiten. Zo biraz diyor bana da gasten, ja, dat de kapılar kitlemem lazım olur. Zo is het. Ja. Probeer ik ook scherp in te kopen. Hè. Als ik ja, net voor de prijsverhoging een palletje extra in kan kopen, dan doe ik dat zeker. Normaal de fiyat yükselmeden diyor, bir extra palet alıp da normaal de onun keskin fiyatı vermeye de çabalıyorum diyor. Ja, je kan ook niet voor een jaar lang voer in de schuur zetten, want dat gaat ook oversturen. Dat bir sene de diyor, yem diyor, şey edemem diyor, depo edemem diyor, o da olmayacak bir şey diyor. Neyse, meneer, we gaan zo naar de voer even bekijken, wat allemaal is omhoog. Fijn voer, grof voer, kweekvoer. En zo een beetje beginnen met dit voor de nieuwe kijkers. Er zijn altijd meer kijkers over de hele wereld. En we gooien sowieso de adressen hieronder. Dus ja, de tijden wanneer ze kunnen komen. Dus dat doen we sowieso. En ik weet niet of je dat volgt zelf ook. De adres staat eronder. Ja. Nou, als we zo beginnen met bijvoorbeeld deze. Bijvoorbeeld, met druifsuiker. Ja. Wat is dat zeg maar? En ja, waarvoor wordt het voor gebruikt? Dat gooit je wel eens door het water heen, hè? Dat is extra vitamine, ja, extra eigenlijk. Beetje serum? Ja. Beetje menselijk, ja, ja? Ja, zoiets, ja. Ja, oké. Okay. Arkadaşlar, bu da normalde işte ben daha açıklamasından önce yarışlardan sonra yenik düştü mü, zayıf düştü mü? Hani o kaybeden enerjiyi birden veriyor. Bir gist. Hetzelfde verhaal. Ja. Darmen, ja, goede bacteriën. Ja, ja, je weet het beter. Ja. Ben er niet miljoen, ja. Nee. En zo iedereen zijn eigen, ja, zijn eigen zaak. Nee, maar wat u zegt, maar wat is onmisbaar voor de duiven? Boerder Olmeer zegt daar dan met haar en sinds zullen dit hem. Kijk, dit is natuurlijk altijd een heel lang, van oudsher aan een product wat veel gebruikt wordt. Het, dit, ja, duivenmineralen. Die is ook omhoog gegaan qua prijs. Kan me zo? Ja. Ja, 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 ja. Kan best, hè? Die was twee zoveel, zeg maar. Ik kijk naar het echt waar. Dat is, zeg maar, ja, prijs, ja, ja. En nu is het ja, maar nu is het, nee, er zit wat meer in, ja, ja, dus 2 euro kilo. Ja. 2 euro kilo. Ja, ja. Maar dit spul, ja, dus ook wel, zal ook vast zeker hoog gaan zijn. Ja. Ja. Vitamine is belangrijk voor de duiven. Vitamine is grit, hè. Tasje, topra, vitamine, urame. We gaan waar jij gespecialiseerd. We gaan naar de granen. Daar ben jij gespecialiseerd. Laten we naar de granen gaan. Voor jongduivers, zeg maar. De prijs is voor jongduivers. De granen, waar begint het bij? De prijs van jongduiven. Ja, jongduiven. Ja, 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 jouw relaar, ja, nou, ja, moest er. Die jongduiven voor, die kost nu 23,30. Voor de vlucht, hè? Voor de jongduivers die net gaan, ja, vliegen. Ja. Arkadaşlar, 23 euro, 30 kuruş. Euro. En die was 1995. 19,5 euro, arkadaşlar. 19,5 euro'ydu. 2,5 maand geleden. Ja, hey, sorry, ik ben helemaal. Ja. En voor de kweek. Kweek deze, start plus, is voor de kweek. Ja, bunlar normaal de hetzelfde şey. Hetzelfde verhaal. Ja. O da, arkadaşlar, 23,5 oldu. O da, die was ook. Ook zo, weet je. O da 19,5 euro. Ja. Bu da normalde işte yavru yakusanlar arkadaşlar. En er komt 1 juni weer een prijsverhoging aan. 1 juni. Ik weet nog niet hoeveel. Juni? Juni. Juni. Altıncı ayın birinde diyor gene diyor bir zam, ja, geliyor. Ja? Dus dan gaat hij waarschijnlijk weer omhoog. Ik weet niet hoeveel, maar ja, net als je een pallet in het ding is huis gooien. Ja, nou ja, goed. Het is ja, dit weer wat lastiger, weet je. Ja. Want dit kweek, ja, dat loopt ook weer een beetje af. Kweek, ja, en die vlucht is hetzelfde. En bijvoorbeeld, wat is wat duurder of wat is wat minder? Zeg maar,
Voor heb je ook specifiek voor in de rij of zo? Of? Ja, dat heb ik nu niet, want nee? Dan wordt het niet gevoerd. Niet? Nee, ja. De duiven zijn nu niet in de rij. Nee. Maar, die heb je normaal wel? Ja. Oké. Okay. Na het vliegseizoen weer. Ja, en dan, koop je die weer aan, zeg maar. Ja. Wat heb je aan andere granen, zeg maar? En deze bijvoorbeeld, wat is dit voor tortelduifjes? Tortelduiven, sierduif, ja. Maar dan normaal de Arsig Argadasher. Susko Shilan, is de Yusuf Tanmer, die was Nese. En die kost? Tortelduif is 19,75 en sierduif 18,25. Welke zijn de sierduiven? Welke van de twee? Ja. Die? Ja, kunt u even laten zien welke zit erin, zeg maar? Susko Shilan en Argadasher, maar gaan hem nemen, dan weer af. Kijk. Oh, daar kun je zo makkelijk mee doen. Etje. Ja. Toch? Ja. Toch of niet? Ja. Eén kunt hier met de barissen en hier met de. En die kost 18,25. Ja. Dat is een mannelijke versie daarvan. Ja, dus ja, plaats ik zie ook. De goedkoopste voer wat we nu hier hebben. Goedkoopste, alle goedkoopste. En Ujuzium. Standaard. Standaard. Nog wel steeds de goedkoopste, maar. En dat is alleen maar. Ja, gewoon een. Wat zit erin? Niks. Nou ja, gewoon een standaard voertje eigenlijk. Niet standaard voertje. En wat kost die? 17,95. Onje, dat moet je gedaan. 25 kilo. Hier met 6 kilo. Dat is allemaal 20. Moet naar hier maar. En hoe ziet dat eruit? Kunnen we dat een beetje. Nee. Zullen we dat kunnen maken ervan? Dat was erg gedacht. Want als ze erop kunnen leven. Oh, daar is het plaatje. Ja. Dat is leven, zo dat. Ze gaan niet dood. Nee, hier met 6 kilo. Zwaar gedacht. Moet dat. 17,95. Ja, ja. Waarom is dit zo belachelijk? Waarom is deze zo goedkoop dan? Nou, er zit gewoon wat minder in qua vitamines en dat soort dingen. Maar voor het vliegende duif hebben ze dat echt nodig, heel veel vitamine? Ja. Dus over granen. Hoe zit die granenverhouding? Ik denk je, boerderij oranenassel boerder. Kunt u, hoeveel zit er ongeveer dan in? Ja, hoeveel granen? Ja, we nemen qua procent, weet je wel. Geen idee, uit mijn hoofd. Ja. Weet ik niet. Nee, ja, dat is. Of heeft dat, ja, dat is dan een andere fabriek met andere dingen. Bij elk merk is dat. Of heb je ook soorten granen? Ja, er zit en wat gerst en wat tarwe ja. En paddy. Ja, er zit van alles in. En maar, heb je ook eens kwaliteit met granen, zeg maar? Eerste kwart, tweede klas? Dat durf ik niet te zeggen dat we dat hierin doen. Kijk, nee, maar in het algemeen, zeg maar. Als de beste kwaliteit granen veel te duur worden, ja. Dat ze dan misschien een iets goedkoper. Ja. In zo'n voertje zullen ze misschien een iets goedkoper graantje dan doen. Ja, dat is een paar. Om de prijs een beetje te. Sorry, tarmen, ja, zeewaar, maar kaliteler waar, moet lager waarder, maar. Dus dan denk ik het meer, maar mensen die olabilir, die ona die aşağı kalite katabilir. Het kwaliteitsvoer, daar zullen ze gewoon de samenstelling niet gaan veranderen. Burada diyor içindeki daha önceki şeyi diyor birikim yani içindeki şeyi diyor değiştirmezler diyor daha önceki karışımı ne? Ama diye wel zeg maar maken. Ja, kijk, dus burada yapabilirler diyor op şekilde. Als er 10% maïs in zit of 5, ja dat ze. Ja, de overgarisch best pro. Dus dan doen ze dat een beetje om ja. Gewoon die prijs zo laag mogelijk te houden. Bunu diyor en ucuz şekilde şey etmekle şey edebilirler diyor. Ja. Is dat uw eigen merk, huismerk? Nee hoor, nee, het is gewoon van Mariman een huismerk van Mariman. Oké, okay, Ja. Nou, de mensen mogen schrikken, die even kijken, van de prijs. En wij niks mee te maken, het heeft te maken met Oekraïne. Ja, dat zullen ze ook niet doen. Oekraïne. Maar dat is best te doen, zegt u. Wel of niet? Kijk, het is per liefhebber verschillend. Hè. De ene is gewoon een standaard duiven die niet zoveel doet, is dit prima. Maar als je echt vluchten en dat soort dingen, dan willen ze toch wel graag die kwaliteit. Normaal dat je hebt met kuşlara diyor, bunu tavsiye ediyorlar. Ama mesela uçan kuşlara ve yavru uçan kuşlara. En ook natuurlijk wat je budget is natuurlijk, of niet chef? Ja. Bir de normalde kesene göre hareket edebilirsin. Başka türlü edemezsin. Nog andere adviezen, dingen van kom hier en waarom niet, waarom wel. Iets wat in je hoofd zit. Ja, iedereen moet natuurlijk hier alles kopen. Ja, herkens moet ik helemaal. Herkens moet dan. Ja, sowieso. Maar dat is afgeprijsd of dat is nu in de aanbieding of dat gaat. Ja. Want u zei over 2 maanden of 1 juni of 1 juni gaat de prijs omhoog. Het kan met een week verschillen. Ik krijg wekelijks nieuwe lijsten. Ik heb haast een dagtaak om alle prijzen bij te houden. Gaat dus zeggen, Jan Zamlar. En dan gaat Robijs weer omhoog. En dan... Zamlar, het gaat sowieso allemaal omhoog.
Ik heb nog niet gehoord dat het naar beneden gaat. Oké, okay, als je dat doet, dan doe je met hem. Dankjewel, chef. Yes. Super. Oké. Okay.